dat eigenlijk omdat president is one big up. Dat hij met de risk to lose the election, met het gevaar dat hij de verkiezing, de aanstaande verkiezing verliest, zet hij het mes erin. Mogelijk omdat er geen andere keus is, maar je moet ballen hebben, je moet durven om. En ja, ik ween de NPS'er zegt dat. If you rock, they could knock me. If you rock, they knock me. No? Ik vind dat die president ballen heeft om die subsidie af te bouwen. Om te zeggen, Suriname, dit is de prijs van water, dit is de prijs van stroom. En natuurlijk met al die berekeningen die gemaakt moeten worden, daadwerkelijk, we moeten wel de echte prijs betalen en geen subsidie. Ook weer andersom, want dan nu, akantak uno begin subsidieer. Ik vind dat wij allemaal moeten spijt als een prijs. En de mensen die dat niet kunnen, daar moet er een systeem voor zijn. En dat laat te lang op zich wachten. Wat zo smijt er een film.